Leuk dat je kijkt naar de Tarot jaarvoorspellingen voor 2022. Mijn naam is Esther van Heerenbeek en ik ben astroloog bij het 12e huis. Misschien dat je mij al kent van de boeken Astrologie voor beginners, Tarot voor beginners of de maankalender sinds 2020. In deze Tarot jaarvoorspellingen ga ik een Rider-Waite Tarotkaart voor je trekken en dat geeft eigenlijk een advies aan, een ontwikkeling aan wat jij dus mag verwachten in het jaar 2022. Om dat stukje inzicht dan eigenlijk af te ronden, zal ik ook nog een Powervrouwen dekkaart trekken voor je, wat een advies geeft of eigenlijk nog een quote die het hele jaar 2022 voor jou van belang is. En dan hoop ik dat je er iets mee kunt in het jaar 2022. Dat het je inzicht geeft, adviezen geeft en af en toe ook wel even een bevestiging geeft voor wat er het komende jaar gaat spelen. Ik zou je dan ook willen adviseren om in ieder geval ervoor te zorgen dat je gedurende het jaar deze video nog een keertje kijkt. Want dan kunnen weer nieuwe dingen weer duidelijk zijn die nu op dit moment als je het kijkt misschien nog niet duidelijk zijn. Maar wel over een paar maanden zodra het jaar eigenlijk gevorderd is. Dus kijk het altijd eventjes terug. Want dan kan het je wellicht weer eventjes een nieuw duwtje in de rug geven of een nieuw bevestigingsstukje geven. Nou, mocht je dit allemaal leuk vinden, dan zou ik het heel erg waarderen wanneer je zou abonneren op mijn kanaal en deze video ook leuk zou willen vinden. En ik heb ook een hele leuke winactie lopen wanneer ik een bepaald aantal volgers bereik, dat ik dan spirituele pakketten ter waarde van 50 euro ga verloten. Dus alle informatie vind je onderaan deze video en ik zou het super leuk vinden wanneer je daar aan mee zou willen doen. Wil je ook zelf heel graag tarot leren of geboortehoroscopen leren duiden? Of zou je heel graag willen leven in harmonie met de maan? Dan heb ik hele leuke online cursussen op de online academie van het 12e huis staan. Dan kun je in je eigen tempo, op het moment wanneer het jou uitkomt, een cursus online volgen met mijn persoonlijke begeleiding erbij. Nou, alle informatie vind je ook onderaan deze video. En mocht je nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met mij opnemen. Dan gaan we nu snel verder met de voorspelling voor jouw sterrenbeeld voor het jaar 2022. Hallo stieren en ascendant stieren. Deze tarot jaarvoorspelling is voor jullie. Dus heb je een andere ascendant, dan is het ook aan te raden om het tekenvideo te kijken van dat teken waar jij je ascendant van hebt. Dus het is altijd aan te raden om zowel je sterrenbeeldvideo als je ascendantvideo te bekijken. Maar deze is in ieder geval voor de stieren voor het jaar 2020. Zoals je ziet schud ik de kaarten ter plekke. Dus ik weet van tevoren ook niet welke kaart er tevoorschijn komt. Maar bij deze is dit dus voor alle stieren in het jaar 2022 van toepassing. Nou, dit is dus in ieder geval de schildknaap van staven of de page van staven. En dit geeft aan dat jij in 2022 de kans krijgt om nieuwe mogelijkheden te gaan onderzoeken. Er zullen sowieso veranderingen plaats gaan vinden, hè, in Nederland, in België, maar ook wereldwijd. En hoewel dat best wel veranderlijk kan zijn, hè, en veranderingen kan veroorzaken, en dat is iets wat een stier of een ascendant stier vaak moeilijk vindt, hè, want een stier gaat echt voor zekerheid en heeft behoefte aan weten waar je aan toe bent. Maar het jaar 2022 zal zeker voor de stier ook, dat heeft ook met de astrologie te maken en met de Uranus in jouw teken. Je zult gewoon in het komend jaar met veel veranderingen te maken krijgen. Maar probeer dat als een uitdaging te zien, want wat dat met zich meebrengt zijn namelijk nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. En dat wordt nog eens extra benadrukt door deze kaart voor het jaar 2022 voor alle stieren. Dus onderzoek wat alle mogelijkheden zijn die je eerder wellicht niet had, hè, welke kansen je nou eventueel wel hebt dit jaar. Wat natuurlijk niet zou zijn geweest als die veranderingen niet hadden plaatsgevonden. Dus
dan draai je namelijk hè, de angst voor verandering, hè, of de angst van, ja, als ik maar weet waar ik aan toe ben, dat draai je dan om naar iets positiefs, waardoor je dus kunt gaan kijken, oké, maar wat brengt het mij dan? En wat zou ik eruit kunnen halen wat wel positief is voor mij? Dus dat is ontzettend belangrijk voor de stieren in 2022. Het is gewoon een hele positieve kaart, waarin dus ook echt gekeken, of wat echt wel symboliseert, dat er hele mooie nieuwe ontwikkelingen voor jou plaats kunnen gaan vinden. En dat kan natuurlijk met je werk te maken hebben, met relaties, met je gezondheid. Maar in ieder geval brengt dit een hoop positieve nieuwe input met zich mee in 2022. Dus probeer ook niet angstig te zijn, probeer ook niet bang te zijn voor wat er allemaal gaat komen. Houd ook niet krampachtig vast aan het verleden, want dat ja, gaat je ook niet helpen vooruit te komen. Dat zorgt alleen voor moeilijke stemming, eventueel klachten die je zou kunnen hebben. En ja, dat is gewoon helemaal niet nodig. Het is veel belangrijker dat je gaat kijken, oké, maar wat brengt het mij? Wat voor voordelen heeft het? Hè? Dus dat soort dingen is gewoon heel interessant en belangrijk om naar te kijken in 2022. Dus ik denk dat er hele mooie dingen voor jou in het verschiet liggen. Maar dat het wel belangrijk is hoe jij er dus mee omgaat. Hè? Dus dat jij het ook blijft zien als nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. En niet als problemen of moeilijkheden of noem maar op. Want alles heeft een positieve kant. Ook veranderingen die je niet ziet aankomen. Ook veranderingen die je misschien in eerste instantie niet zelf zou hebben willen laten plaatsvinden. Dan toch is er altijd een lichtpuntje. Is er altijd weer iets wat je er positief uit kunt halen. En misschien in een nieuwe situatie ontmoet je nieuwe mensen waar je heel blij van wordt. Die je anders nooit had leren kennen. Misschien voel je je wel veel beter in de nieuwe baan die je door de veranderingen hebt moeten accepteren. Blijf gewoon zoeken naar die lichtpuntjes, want die zijn er absoluut voor jou in 2022. Dus ik hoop ook echt van harte dat je dat zult gaan doen in het jaar 2022. Nou, ik had ook gezegd dat ik nog een mooie quote of nog een mooie tekst voor jou zou trekken voor 2022. Dit is het Power Vrouwen Card Deck van de Yoga Business Coach. En alle informatie over die kaarten vind je ook onderaan deze video. Maar wat voor jou nu belangrijk is, is welke spreuk het is. Je mag zijn zoals je bent. Nou, dat is een hele mooie voor 2022. Je mag zijn zoals je bent. Dat wil dus ook zeggen in het verlengde van de kaart die ik zojuist heb laten zien. Je mag gerust bang zijn. Je mag gerust onzeker zijn. En je mag ook best behoefte hebben aan die zekerheid. Maar weet dat je die zekerheid in jezelf kunt vinden. En weet ook dat je zekerheid kunt vinden in nieuwe situaties. Dat niet alleen maar in het verleden ligt. En kijk ook eens heel eerlijk naar jezelf en hoe vast en zeker was je oude situatie? Zat je daar ook wel zo goed? Haalde je er toen ook uit zoals je, alles uit wat je in je hebt? Dus kijk er gewoon ook echt met een open en eerlijke blik naartoe. Maar accepteer ook dat je mag zijn zoals je bent, met al je gevoelens, emoties en gedachten die erbij horen. Je bent gewoon goed zoals je bent. En juist door jezelf te accepteren, kun je ook alle nieuwe uitdagingen en kansen aan die dit jaar voor jou zal brengen in 2022. Nou, ik wens je natuurlijk een heel mooi jaar toe. Ik dank je heel hartelijk voor het kijken en graag tot een volgende keer.